Het was dit jaar weer een drukte van je welste bij Kerstbomen Adoptiecentrum Tuin in de Stad bij De Held. In plaats van ieder jaar een nieuwe te kopen, adopteer je hier een boom. Deze kunnen mensen dan in januari weer terugbrengen om ze het volgende jaar in december weer uit de grond te halen. We hebben wel twee soorten in. Ka-tjong. Kunt u daar wat meer van laten zien? Ja, dat kan ik heel goed aanschouwelijk maken. We hebben adoptiebomen en deze ziet er nog redelijk uit. We hebben verse bomen. Een adoptieboom heeft 80-90% overlevingskans bij herplanten. Waar zit hem dat nou in? Dat zit hem in de compacte kluit. Als je dit ziet, zie je dat het wortelstelsel min of meer nog de vorm van een emmer heeft. Nou, zeg maar bij wijze van spreken dat ze in een emmer worden opgekweekt en daardoor een veel compacter wortelstelsel hebben. En via de wortels neemt de boom zijn voeding op. Neem ik een gewone boom met kluit en haal ik die uit de pot. Nou, dan zie je al, er valt heel veel aarde af. Deze heeft nog wel wortels en met name haarwortels over, maar toch is het een heel ander kluitje dan bij de adoptieboom. Zo'n normale boom met kluit heeft zo'n 30% minder kans om de zomer te overleven dan een adoptieboom. De bomen die de zomer niet overleven krijgen een welverdiend pensioen. Elk jaar hou ik de meest sneuwe bomen over. Die herplanten wij definitief. Deze bomen heb ik vorig jaar geplant. Nou, dan denk je, waarom herplant je die nou? Zo'n beetje sneu nog steeds. Nog wel. Het duurt 2-3 jaar voordat de bomen aanslaan. En dan vindt die boom vanzelf wat hij nodig heeft om weer mooi groen te kunnen worden en te groeien. Want hoe lang is het geleden dat u deze herplant heeft? Nou, deze staat, dat waren 3 takjes. Die staat er volgens mij nu ook al 4 jaar in. Maar als je naar achter kijkt, bij ons op de camping, lopen we nog iets verder. Dan zie je hier een aantal bomen die ook 3, 4, 5 jaar al in de grond staan. Die misschien al 6. Nou, ze slaan weer aan, ze worden weer groen, ze groeien door. En op deze manier blijft 95% van de bomen die steeds in en uit de huiskamer gaan, toch in leven. En hoe bent u nou op dit idee gekomen om dit te gaan doen? Nou, Lisbeth Stoker, dit idee is ooit ontstaan in Leusden, bij een bamboekwekerij. En Lisbeth Leusden had dat gezien, dat is een Groninger, mevrouw die ook in de stad woont. En die kwam daarmee ooit bij ons. En dat is denk ik nou al 12 jaar geleden. Ja. En langzaam groeit de aanhang. Ik denk in het eerste jaar 40 bomen, adoptiebomen. En we zitten nu bijna tegen de 300. En word je ook een beetje miljonair van die bomen herplanten of is het puur hobby? Het zit er tussenin. Ik word geen miljonair. Streven heb ik ook niet. Maar, we vragen hier een gemiddelde prijs voor de boom. Je betaalt ook elk jaar. En natuurlijk zit daar redelijk winst op. Maar de winst gaat. Het is een prachtige plek.